Zo, gaan we verder. Het wordt er niet makkelijker op met filmen. Het beweegt allemaal. De camera zal ook wel bewegen. Even zien, wat ik doe is hem er even indraaien. Daar maak ik gebruik van. En ik hoop dat ik het kan laten zien. Zo. Oh ja, dat is natuurlijk ook met deze het geval. Daar had ik even niet bij stilgestaan. Jezus. Nou, dit is een gevalletje hopeloos. Sorry hoor. Zo, de tering. Oké, jongens, ik moet helaas staken met filmen. Zuigen zitten bovenin. Ik ga toch proberen uit te leggen wat ik kan doen. Even zien. Ik denk dat ik even de camera ter hand neem. Even zien wat ik ga doen. Ja, het is bijna niet te zien. Even kijken, hoe gaan we het oplossen? Ten eerste, onderin het motorblok, daar zit dikke schraapsel. Hier zie ik strepen opstaan. Dat wil zeggen dat die droog heeft gestaan, te heet is geweest. Sterker nog, dit blok heeft gewoon schade. En ik vermoed dat die ook ergens anders op vastgelopen is. Dit blok kan ik eigenlijk al weggooien, zie ik nu. Want dit is te veel beschadigd. En hier zie ik een streep staan wat kapot is. Dat wil zeggen dat hier dus echt aluminium doorgezet is. Even zien hoe ik dat uitleg. Even mijn schroevendraaier schoon. Bovenin zit u een open streep. Onderin zit u een gesloten streep. Dus dat vind ik ook allemaal niet zo gek dat de boel vastgelopen heeft. Wat ik nou wilde, en dat kan ik nou niet laten zien, er zitten daar moertjes. Die moet ik losdraaien, zodat de zuiger naar boven uitgewerkt kan worden. Maar hij zit vast. Dus ik moet nu zoveel handelingen verrichten en vloeken en schelden. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Maar goed, dan gaat dat schoon aluminium maar in. Dus ik ga dat even niet filmen. Ik zal straks het eindresultaat wel laten zien. Maar ik film hem verder eens even niet. Even kijken, die ring zit daar ook nog in. Wat ik nou ga proberen is deze plaat los te wrikken. Dat lukt bijna niet. Die moet je rechtstandig met de krukas naar buiten werken. Dat kan nou niet omdat die vast zit. Die krukas krijg ik niet naar buiten toe. Dus ik moet nou hier gaan wrikken en doen. Kijken of ik hem los krijg. En dan kan ik gaan zien of ik speling kan krijgen. Of dat ik ergens wat beweging kan krijgen. Of zelfs besluit om een drijfstang door te zagen. Dat kan, maar dan moet je wel het juiste gereedschap hebben en erbij kunnen. Zo kan ik er niet bij. Wat ik verder nog had gezien, hier was een boutje afgebroken. Nou, die ga ik straks uitboren. Alleen als ik zeker weet dat ik alles goed kan gebruiken, want die cilinderwand is goed. Maar ik wil even weten waar die troep daar vandaan kwam. Dus die ga ik uitboren als het nodig is. En dan gaan we dat toch weer opknappen. Dat is jammer, maar het is niet anders. Hopla, we gaan het zien. Dus ik ga nu even wat andere werkzaamheden doen die ik liever niet film en dan gaan we kijken hoe we dat los krijgen. Ik zal straks het eindresultaat laten zien. Doei doei!